Deze week is de Week van de Omgevingswet. Op verschillende locaties in Emmen zijn er sprekers, maar er is ook zeker actie met verschillende workshops. Dit is vandaag de dag, de Week van de Omgevingswet, en we trappen af in het Atlas Theater. Het is de eerste dag van de Week van de Omgevingswet. Hartstikke interessante dag waarin we veel kennis tot ons hebben gekregen. Dus vooral veel verteld aan ons door Jan Rotmans, Edward Stichter. Ook door de burgemeester en de wethouder die verantwoordelijk is voor de Omgevingswet. Mijn verhaal was vooral eigenlijk iets om een toelichting te geven op wat de achterliggende gedachte is van die wet. In de hoop hen daarmee te inspireren. Ik denk in ieder geval dat het een hele grote uitdaging zal zijn. Om collega's vanuit heel veel verschillende hoeken, uit bouwen en milieu en natuur en water en uit verschillende overheden, die allemaal in hun eigen taal zitten, allemaal in hun eigen beleidswereld, om dat bij elkaar te brengen, om daar echt samenwerking mee te organiseren. En ik weet dat dat niet vanzelfsprekend is en dat ook niet vanzelf gaat, maar het begint wel met begrip voor elkaar, weten wat elkaars leeft in deze wereld. In de wet staat eigenlijk dat de bedoeling is dat ambtenaren niet zelf beleidsplannen blijven maken, maar dat burgers en bedrijven dat met maatschappelijke organisaties gaan doen. Dus het initiatief ligt eigenlijk bij de omgeving. En dat vraagt ook om een andere houding en een ander gedrag. Want normaal doen beleidsambtenaren dat zelf. En diep van binnen willen ze dat ook het liefst blijven doen. En dus ze moeten niet plannen zelf gaan maken, maar plannen van anderen mogelijk maken. Dag 2 van de Omgevingswet, een week in Emmen waarin we het hebben over die Omgevingswet. Op dit moment zijn de mensen allemaal druk met die workshops. Die gaan over creatief netwerken, die gaan over wat houdt die Omgevingswet nou in. Maar bijvoorbeeld ook over de veranderende rol van de ambtenaar. En die consequenties die Omgevingswet heeft voor het gedrag en de houding van die ambtenaar. Nou, achter mij zien jullie een groot bord met houding, gedrag en samenwerking. En daar proberen we voor de hele week eigenlijk inzichtelijk te krijgen van wat moet er nou gebeuren om die Omgevingswet straks goed te kunnen invoeren. Dit is de workshop Ambtenaar 3.0, vraagteken. En wij gaan hier eigenlijk aan de hand van de rollen die beschreven staan in de Omgevingswet, gaan we met elkaar verkennen wat het voor ons kan betekenen. Hoe gaan we om met onze instrumenten en dan vooral hoe gaan we om met de ketenpartners in het proces tot het samenstellen van instrumenten. En hoe gaan we überhaupt samenwerken met elkaar. Over creatief netwerken. Wat is creatief netwerken? Het is met name ontmoeten en verbinden. Ja, we hebben de workshop Omgevingsspel XXL gedaan. We nemen de teams die het spel gingen spelen en ontdekken via het spel zeg maar, wat de wereld van Omgevingswet gaat betekenen. Wat wij deze hele week horen aan tekst en uitleg over de Omgevingswet, proberen wij aan de hand van onze tekeningen zo goed mogelijk letterlijk in beeld te krijgen. Dat ze gemeenten vooral als een kans moeten zien en niet als een wettelijke verplichting. Omdat de samenleving verandert en hoe we onze fysieke ruimte, hoe we onze bestemmingsplannen inrichten, dat het redelijk traditioneel is. Het gaat niet alleen over wetten en regels, die moeten ook veranderen. Maar belangrijker is houding en gedrag, dat we inderdaad bijvoorbeeld meer op zoek gaan naar de ja. En proberen onze inwoners nog makkelijker te maken. Maar het gaat om heel veel dingen die spelen in de omgeving. Ik loop iets langer mee in het openbaar bestuur en mijn idee is dat de Omgevingswet een van de belangrijkste veranderingen is van de afgelopen jaren. En waar iedere inwoner, als het goed is, heel veel goeds van gaat merken. Interessant, heel veel herkenning ook van de dingen die we al doen in Emmen. En nou ja, we hebben er ook wel zin in om het allemaal anders te gaan doen. Dus ik ben heel blij gestemd. In het licht van de Omgevingswet dat je het samen gaat doen. Dus ik vind het sowieso al heel erg leuk om hier verschillende mensen te ontmoeten. En de ervaringen met elkaar te delen. Ja, ik denk dat het een mooie week is geweest. Met organisatie zijn we ook met verschillende collega's uit verschillende teams bezig geweest om dit voor elkaar te maken. Het was een fijne samenwerking. Leuke ideeën opgedaan voor het programma. En
allemaal uitgevoerd. En we hopen dat iedereen een goede, inspirerende week heeft gehad en dat we hiermee verder kunnen gaan.